Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video spreek ik mijn gelezen boeken van mei. Ik heb in mei 4 boeken gelezen en ik ga je dus in deze video vertellen welke boeken ik heb gelezen. En ik geef uiteraard wat meer informatie over de boeken en wat ik zelf ervan vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van mei, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Dr. CEO en is geschreven door Louise B. Het boek gaat over Kate. En Kate die woont op een landgoed wat Crompton Estate heet. En dat is dus op het Britse platteland. Haar leven is zalig voorspelbaar, maar zij wordt daar gewoon heel erg blij van. Ze werkt in de pub en de theeroom op het landgoed. En ze heeft ook nog eens een schattig huisje naast haar oma waar ze zich heel erg fijn bij voelt. Daarnaast heeft ze gezellige vriendinnen die ze eigenlijk ook wel, eigenlijk zijn het haar collega's, maar ze kan het inmiddels haar vriendinnen noemen. Alleen dat alles verandert eigenlijk wanneer er een Amerikaan met een hele grote zak geld op het landgoed verschijnt. Want er is eigenlijk al langere tijd wat aan de hand op het landgoed. Er zijn namelijk wat problemen, want de eigenaar die eigenlijk het landgoed beheert, die is zo goed als blut en kan eigenlijk niet meer voor het landgoed zorgen. En daardoor moet hij dus eigenlijk verkopen. Vincent Cove die koopt dus het landgoed. En eigenlijk ziet Kate met ledenoog aan wat er allemaal gaat veranderen op het landgoed. En dit kan ze ook eigenlijk niet zo heel goed handelen. Ze heeft eerder Vincent al ontmoet op haar werk, omdat hij daar koffie kwam drinken met zijn hele familie. En daardoor is er al wel een beetje een band ontstaan en omdat Vincent ook wel merkt dat Kate heel erg veel weerstand biedt tegen al zijn plannen. En tot grote ergernis van Kate gaan zijn collega's of gaan haar collega's wel mee in de plannen die veranderd zullen worden. Dus Vincent wil haar eigenlijk daar ook wel bij betrekken en haar ook een fijn gevoel over het landgoed geven met de nieuwe plannen. Daardoor komt er voor haar ook een nieuwe toekomstkans tevoorschijn. Alleen Katie raakt steeds meer in paniek omdat eigenlijk haar veilige leven overhoop gegooid wordt. En daar is ze gewoon super bang voor. Ze komt ook niet graag buiten het landgoed. Ze kunnen niet meer in de huisjes blijven wonen waar ze op dat moment wonen. En dat betekent dat ze buiten het landgoed moet gaan wonen, wat ze eigenlijk gewoon doodeng vindt. Alleen dan komt er toch wel wat aantrekkingskracht tussen Vincent en Kate. En Kate probeert het wel heel erg af te houden. Want ze weet ook dat als Vincent klaar is met de renovaties van het landgoed, dat hij weer zal verdwijnen. Omdat hij nooit lang op één plek zal blijven. Of Kate het uiteindelijk allemaal aan kan met de renovaties. En of er misschien toch nog een mooie liefde opbloeit tussen haar en Vincent. Dat zal ik in het midden laten. Ik heb uiteindelijk heel erg genoten van dit boek. En ik vond hem gewoon heel erg lekker weglezen. En ik vond de chemie tussen de personages ook heel erg mooi beschreven. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Mr. Notting Hill. En is ook geschreven door Louise B. Dit boek gaat over Parker en zij besluit op een benefietgala om een etentje voor haarzelf te verloten voor het goede doel. En zij is dus de inzet en zij verschijnt dus op dat podium. Ze verwacht eigenlijk dat het bod wat het hoogste zal zijn, zou uitgebracht worden door een wat oudere man. Omdat de meeste mensen die daar komen en rijk zijn, al iets ouder zijn. En ze is dan ook wel een beetje bang dat degene die het bod uitbrengt in een goed blaadje wil komen te staan bij haar vader. Omdat die ook vrij bekend is. Alleen, dit loopt net iets anders, want ze gaat uiteindelijk op date met een lange knappe man. Met wie ze dus vlak voordat ze het podium op moest een ontmoeting had, omdat ze tegen elkaar aanbotsten.
wat uitmondde in een jurk vol slagroomsoes. Degene die dus op haar geboden heeft is Tristan. En hij wil ook eigenlijk zijn vriend Arthur een plezier doen om naar dit gala toe te komen. Want eigenlijk houdt hij hier niet zo heel erg van. Hij biedt dan ook eigenlijk zonder nadenken heel veel geld als Parker op het podium verschijnt. Omdat de botsing die hij net met haar heeft gehad bij hem toch wel in het geheugen gegrift staat. En hij denkt er niet bij na en hij biedt gewoon heel veel geld. En hij is dus de hoogste bieder. Ze gaan dan samen op date. Alleen is Parker toch wel heel erg bang dat hij dit doet om, om haar vader een plezier te doen. Alleen dit blijkt dus helemaal niet zo het geval te zijn. Want Tristan wil haar helemaal niet gebruiken. Maar zij kan hem wel ergens voor gebruiken. Het probleem is namelijk dat Parker een heleboel geld zou kunnen krijgen uit haar trustfonds. Maar daar moet ze voor getrouwd zijn. Dat geld wil ze gebruiken voor haar stichting. En ze besluit dan om aan Tristan te vragen of die met haar wil trouwen. Zodat zij haar trustfonds in handen krijgt. Tristan wil hier eigenlijk eerst niet aan meewerken. Want hij voelt dit ook als een soort verraad toe naar de vader van Parker. Maar als hij dan met hem in gesprek komt. Moedigt die vader hem eigenlijk aan om op het aanbod in te gaan. Dus oké, ze gaan dus uiteindelijk trouwen en ze weten ook dat ze na zoveel maanden weer zullen scheiden. Alleen Parker brengt ook wel steeds meer tijd bij Tristan thuis door en hij heeft een fantastische keuken waar zij heel erg graag in kookt. En ze hebben het eigenlijk gewoon heel erg gezellig samen. Ze gaan ook wel samen op reis en zij ontmoet ook zijn vrienden. Alleen wordt dat even een lastig moment, want er worden wat dingen gezegd waar Parker een beetje onzeker van wordt. Uiteindelijk weet Tristan dat wel weer recht te praten, maar er komt uiteindelijk toch wel een hele grote kink in de kabel. Uiteindelijk weten ze natuurlijk dat ze allebei, dat die scheiding eraan komt, maar de grote vraag is, willen ze uiteindelijk ook echt van elkaar scheiden? Of blijven ze bij elkaar omdat ze elkaar toch wel heel erg leuk vinden. Ik vond het wel een heel mooi boek. Ik had hem alleen beter gelijk naar de andere boeken kunnen lezen. Want ik was een beetje de personages uit de eerdere boeken een beetje kwijt op deze manier. Het derde boek wat ik heb gelezen is het boek Luchtpost. En is geschreven door Chantal Klaassen. Dit boek gaat over Babs. Babs weet eigenlijk niet zo heel erg goed wat ze wil. Wanneer ze weer na de zoveelste keer ontslagen is, wat zij totaal haar eigen fout niet vindt, durft ze dit eigenlijk niet weer bij haar ouders aan te geven, want ze weet dat haar vader hier teleurgesteld over gaat zijn. Uiteindelijk moet ze het dan toch wel vertellen en is haar vader bezig met een gebouw wat eigenlijk een hotel moet worden. En Babs ziet dit als de kans dat zij dat hotel wel op kan bouwen en zou willen runnen. Haar vader heeft hier echter wat vraagtekens bij omdat Babs erop bekend staat dat ze toch al gouden handdoek in de ring gooit en overal best wel snel klaar mee is. Helaas is ze in één klap ook alles kwijt, want nadat ze haar baan verloor, moest ze ook uit haar appartement en haar relatie is ze ook kwijtgeraakt. En als Babs dan toch de kans van haar vader krijgt om te helpen bij het opknappen van het vervallen hotel, grijpt ze die dan aan. Het is voor haar een win-win situatie, want ze is zo en in de buurt van haar beste vriendin en ze kan ook nog eens respect van haar vader verdienen. Ze krijgt hierbij hulp van Benjamin. Benjamin die staat nogal bekend om een rokkenjager. Hij is eigenaar van de strandtent. En hij bemoeit zich wel heel graag met het hotel. Hij weet bijvoorbeeld wel wat mensen die voor een niet al te dure prijs het hotel kunnen opknappen. En dat gaat eigenlijk op een gegeven moment allemaal wel van een leien dakje. Eerste instantie vindt ze de taalbarrière wat moeilijk tussen deze mensen, omdat ze van buitenlandse afkomst zijn. Maar al snel begint ze het ook echt leuk te vinden met die jongens en probeert ze zelfs voor hun te koken.
De aannemer in kwestie, daar heeft ze wel wat problemen mee. Want die laat zich elke keer niet van zijn beste kant zien en verdwijnt zo weer voor een hele lange tijd. En zo weet ze dus gewoon op een gegeven moment niet meer hoe de keuzes gemaakt moeten worden. En als er dan ook nog eens van alles fout gaat, door de tegels die niet goed geleverd worden of verkeerd besteld worden, weet ze even niet meer wat ze moet doen. Intussen begint ze ook eigenlijk wel heel erg hard te vallen voor Benjamin. Alleen de grote vraag is wel of ze hem kan vertrouwen. Omdat ze merkt dat er bij Benjamin toch nog wel wat dingen binnenin zitten waar hij niet makkelijk over praat. En ze begint toch een beetje wantrouwig te worden. En daarom weet ze ook niet of dat ze zich helemaal open wil stellen voor Benjamin. Of ze uiteindelijk het hotel op tijd afkrijgt en of ze het respect van haar vader terugverdient, dat laat ik in het midden. Ik ga ook natuurlijk niet vertellen of dat ze uiteindelijk Benjamin durft te vertrouwen. Daarvoor zou je het boek echt zelf moeten lezen. Maar soms heb ik me een beetje geïrriteerd aan Babs, omdat ze gewoon de houding, omdat ze overal heel snel klaar mee was. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het boek toch gelezen heb. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Alles voor jou en is geschreven door Wendy Brokers. Dit boek gaat over Bibi en over Lars. Bibi heeft eigenlijk één onvoorwaardelijke liefde in haar leven en dat is haar zoontje Kai. Hij is bijna 6 jaar en met de vader van Kai heeft ze geen contact meer. Ze is nog vrij jong, want ze is 23 en is eigenlijk op vrij jonge leeftijd in verwachting geraakt. En de vader had al gelijk aangegeven dat hij hier niks mee te maken wilde hebben. En eigenlijk had hij het liefst gehad dat ze het kindje weg had laten halen. Bibi heeft ervoor gekozen om het kindje te laten komen en is daar heel gelukkig mee. Samen met haar vriendin heeft ze een goed lopende zaak. En een lunchroom die Knus heet en dat gaat eigenlijk allemaal best wel van een leien dakje. Toch knaagt het gevoel wel een beetje dat er niemand in haar leven is met wie ze lief en leed kan delen. Maar dit komt ook wel een beetje omdat ze heel vaak teleurgesteld is door mannen en ze het ook niet zo goed meer aandurft. Dan komt Lars in haar leven. Lars is 30 jaar en is opnieuw single naar een lange relatie. Hij heeft als ambulancemedewerker gewerkt, of ambulanceverpleegkundige moet ik zeggen. En ook die droom die is inmiddels vergaan, want er is iets gebeurd waar hij ook liever niet over praat. Hij is eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe liefde, maar hij gaat dan naar Knus toe om wat te drinken. En daar komt hij in botsing met Bibi en die krijgt een scherp voorwerp in haar been wat onwijs zeer doet. En omdat Lars dus verpleegkundig is, staat hij erop om haar te verbinden en haar te helpen met deze wond. Bibi voelt zich hier wat ongemakkelijk bij, maar uiteindelijk laat ze het dan toch wel toe. Al snel merkt Lars wel dat Bibi veel in hem losmaakt en Bibi die merkt hetzelfde met Lars. Zodra ze dan ook afspreken geeft Bibi ook heel duidelijk aan dat ze een zoontje heeft en dat hij altijd op nummer 1 komt te staan en dat dat wel iets zal zijn waar Lars mee zou moeten kunnen omgaan. Lars probeert het vertrouwen van Kai dan ook te winnen en de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer, want je merkt wel dat je jongetje heel erg aan zijn moeder gehecht is, maar het gaat met lief en leed wel steeds beter. Alleen het probleem is, Lars die heeft heel erg veel last van nachtmerries en daar gaat hij dus best wel bijzonder gedrag van vertonen en Bibi raakt daar best wel een beetje bang van. Ze dringt er dan ook eigenlijk steeds op aan van ga therapie zoeken, zoek hulp bij het probleem wat je hebt, omdat Lars ook niet wil vertellen waar dit probleem vandaan komt. Lars wuift dit eigenlijk allemaal weg, want hij kan het allemaal zelf wel, totdat het echt gruwelijk fout gaat en Bibi er echt volledig klaar mee is. En Lars dus toch heel erg hard aan zichzelf zal moeten werken om Bibi terug te kunnen krijgen.
Of hem dat lukt, is natuurlijk de grote vraag die ik niet zal gaan verklappen. Ook zal ik niet verklappen wat er nou precies is met Lars, waardoor hij dus die nachtmerries heeft. Het heeft voor mij ook echt tot het einde van het boek geduurd voordat je daarachter kwam. En ik had wel mijn vermoedens, maar voordat hij echt bevestigd werd, dat duurde best wel lang. Ik heb toch heel erg genoten van dit boek, omdat ik hem toch wel heel mooi in elkaar vond zitten. En ik heb ook wel heel erg veel zin in de volgende delen die gaan verschijnen. Dan waren dit mijn gelezen boeken van mei. Ik ben benieuwd of jij eens een van deze boeken hebt gelezen of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt. Ik zou benieuwd zijn om een van deze boeken te gaan lezen. Ik heb er in ieder geval van genoten en zou ze zeker kunnen aanraden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!